Jeroen en Emmeke, we staan bij jullie in de tuin. En wat is nu het directe effect van de toestemming om woningen te splitsen naast jullie? Want daar hebben jullie mee te maken. Ja. Nou, je kunt hier zien dat er dus op drie lagen zullen mensen komen te wonen. Dat worden dus gewoon woonkamers. Nou, die kijken dus vol in je tuin. Ja. Normaal gesproken gebruiken ze gewoon de tuin naast je. En kijken ze niet over de schutting heen. Ja. Wij hebben daar de slaapkamer. En het gordijn, je kan eigenlijk vanuit waar je slaapt, zeg maar, zo iemand zien zitten. En zij zien jou slapen, zeg maar. Ja. Dus qua dat is het de privacy ook van je slaapkamer, niet alleen van je tuin. Ja. Wij hebben boven op het dak hebben een koepel, een raam. Dus boven op het dak kijk je er ook zo naar binnen, ja. Die koepel zit eigenlijk bij ons voor de badkamer, ja. Daar wil je gewoon privacy hebben natuurlijk. Ja. Nummer 2, nummer 8 en nummer 45, daar is een aanvraag voor of een opbouw of een splitsing. Nummer 11 is een laag bovenop gekomen en vervolgens zijn de drie lagen gesplitst in drie appartementen. Nummer 15 was een woonhuis van drie lagen, is vervolgens gesplitst in drie appartementen. De bewoonster van nummer 13 heeft het voor gezien gehouden en is vertrokken. En dit pand zal waarschijnlijk ook gesplitst worden nadat er een opbouw op is gekomen. Het zou ongetwijfeld heel veel overlast geven met geluid, of heel veel, veel meer. Ook omdat er op drie etage badkamers, toiletten, keukens, vaatwassers, alles gecreëerd gaat worden. Het is super gehoorig. Ik zit nu wel eens op de muur te bonzen van, hey buurman, mag je tv iets achter? En met name zit hij aan de ene kant van het huis tv te kijken, lig ik 's nachts op bed. Dan bel ik hem wel eens van, god, mag je tv iets zachter? Want ik kan gewoon niet slapen. Als het straks op drie lagen gebeurt, ja, dan zou het nog erger worden. En daarnaast ook, waar we me ook zorgen om maken, is mijn woning die minder waard wordt. Niemand zit te springen om een eengezinswoning naast drie appartementen. Wat lees je nu? Aanvraag Narsestraat 2, het wijzigen van een bovenwoning in drie woningen. Nou, 2B, weer één. Ja. Elk huis wat hier verkocht wordt staat meteen in de krant en heeft meteen een aanvraag voor splitsing. Het voelt voor mij een beetje alsof er gewoon een leuke volksbuurt waar ik hiervoor gekozen heb, wordt omgebouwd in een commercieel appartementencomplex. En wat is er dan zo anders aan, zeg maar, appartementenbewoners dan volkswijkbewoners? Appartement is meer voor een eenpersoons bewoning. Daarmee heb je, denk ik, veel minder binding met de buurt. Een appartement, daar woon je 35 vierkante meter. Daar begin je in als starter, maar met 2-3 jaar ben je weg. Op dit moment kunnen we splitsen eigenlijk niet verbieden. Een splitsingsvergunning die wordt gewoon gevraagd. Die wordt beoordeeld, die wordt getoetst aan een bestemmingsplan. En dat bestemmingsplan maakt, die zijn allemaal zo geformuleerd dat je eigenlijk splitsen niet tegen kunt houden. Tenzij de bouwvergunning die men vraagt niet klopt of iets anders. Nou, en we hebben nu met de raad afgesproken dat omdat het inderdaad op een aantal plekken de spuigaten uitloopt. En omdat er ook blijkt dat een aantal buurten echt niet geschikt zijn voor dit soort splitsingsactiviteiten. Dat we gaan kijken of we via aanvullende regels ervoor kunnen zorgen dat we wel nee kunnen zeggen tegen sommige splitsingsaanvragen. Wat voor effect heeft het gehad op jouw huis? Ik heb heel veel scheuren. Balken, steunbalken, nieuwe steunbalken worden dwars door mijn muur heen geslagen. Het is, als je een huis helemaal gaat verbouwen, dan moet je een sterkteberekening doen van goh, constructieberekening, kan de woning het aan? En wat voor maatregelen moet ik nemen? En er is gewoon niemand die dat heeft gecheckt. Of, zelfs de gemeente checkt niet of de fundering inderdaad gewoon 50 centimeter is. Wat gewoon beweerd wordt en goedgekeurd wordt door de gemeente. Ik heb zelf een aannemer laten opmeten hoe dik mijn breed mijn fundering is. De fundering die hier tussenin loopt, die is gewoon 40 centimeter. Ja, mijn inziens kan het gewoon niet op een fundering uit 1906 of 1903. En dat blijkt ook, want we krijgen ontzettend veel schade. Huizen zakken, scheuren trekken in de muur. En dan hebben we het niet over hele kleine scheuren, maar echt grote scheuren. Als je het idee hebt dat mensen zich niet aan de regels houden, meld dat bij ons. Dan komen we kijken, dan sturen we onze bouwkundige inspecteurs op af. En die kunnen dan ook de bouw stilleggen als het niet conform de vergunning gebeurt. En dat hebben we ook een aantal keer gedaan. Er gaat een voorstel om zettingen en splitsingen komen. Hoe lang duurt het dan voordat dat effect heeft voor de wijk, voor de bewoners? We moeten er nog over besluiten. Het moet nog met de raadscommissie en met de raad worden besproken. En voordat het dan effectief kan zijn, zijn we wel, denk ik, kort na de zomer. En dan hebben we ook een handvat om sommige situaties te voorkomen, te verbieden en niet meer mogelijk te maken.